Hallo, ik ben Hanna De Leijen. Ik ben derde masterstudent geneeskunde en de voorzitter van GSP. GSP is het Geneeskunde Studentenplatform. Dat is de overkoepelende vereniging voor jaren en stageverantwoordelijke binnen de geneeskunde. In het kader van de COVID-19-crisis merkten we dat er dus een vraag was vanuit de studenten die thuis moesten blijven van het stage of de lessen. Dat zij toch graag nog wilden helpen waar nodig in het UZ Brussel. We pikten ook op van studenten die wel nog stage hebben en van de artsen daar, dat er een verhoogde nood is aan hulp. Dus dan hebben wij in samenspraak met de decaan en de CEO van het UZ Brussel, Mark Knoppen, een registratieformulier opgesteld en die verdeeld onder de studenten van het GF, van de faculteit GF. Daar hebben we dan ongeveer, ik denk op 2 dagen tijd, een respons gekregen van 150 mensen die zich hebben geregistreerd. Ondertussen zitten we al bijna aan 200 studenten. Daar zijn we echt ongelooflijk blij mee dat er zoveel studenten zijn die zich willen inzetten. Het is een beetje een vreemde tijd voor ons allemaal, denk ik. Het is iets dat we nog nooit echt hebben meegemaakt. En ik denk dat daarom zo belangrijk voor ons is dat we toch het gevoel hebben dat we ons steentje kunnen bijdragen en het personeel van het UZ Brussel kunnen ondersteunen. Momenteel is er vooral een vraag naar logistieke ondersteuning, naar administratieve ondersteuning. De studenten die de artsen op spoed helpen met hun administratie, die daar meedoen aan het wachtsysteem, helpen op de pretriage, ook weer telefonisch vragen van patiënten beantwoorden. Er zijn nu heel veel mensen die zitten met vragen en daar kunnen geneeskundestudenten op zich ook op antwoorden. We hebben ook vragen gekregen vanuit de huisartsen om daarbij te gaan springen. Er zijn ook al een aantal studenten op verschillende plekken momenteel binnen en rondom Brussel die aan het bijspringen zijn. Ik denk dat, ja, dat dat heel belangrijk nu is in deze tijd, dat we een beetje een community gevoel hebben en dat hebben we hier op deze campus toch echt wel, denk ik.